Jij bent een schipper? Ik ben een schipper geworden, ja. Ik ben een schipper geworden nadat ik op pensioen gegaan ben. Hoe is dat gekomen, Walter? Vertel eens. Maar dat is gewoon de goesting. Ja, ik heb altijd graag op het water gezeten, vroeger ook, als ik nog aan het werk was. En ik heb altijd graag boten. Het fascineerde me, dat is zoiets, je kunt dat al als kind hebben. Hè. In het algemeen heb ik dat trouwens. Zo zaken die je moet besturen. Kamions, boten, noem maar op. Ik doe dat graag. Dat is zo, ja, dat is zo'n kinderlijke fantasie van mij, zeker. Hè? En dan ben ik dus op pensioen gegaan. En pensioen, dan moeten mensen een tijd nog zinvol vullen met iets. Hè? En dan ben ik hier eens komen praten met die uitbater van die boot. En dat was rap geklonken. Na twee gesprekken zei hij, welkom in onze ploeg. Want wij zouden, je komt juist goed zeggen, want wij gaan onze ploeg verjongen. Ja, dan schieten we na in de lach natuurlijk. Dus als we meer onder de brug komen, dan zie je, en ik mag toch een beetje fier zijn op mijn stad, dan zie je dus een van de weinige koepelkerken die België rijk is. De kerk heeft geen toren. Maar dus in 890, dat is dus meer dan 1000 jaar geleden, was er hier een schuit aan het varen, zwaar geladen, en die schuit is daar in het riet vastgelopen. Dan hebben ze noodgedwongen al de belasting, al de goederen uitgeladen en op de kant gezet, nog altijd niks aan te doen. Hè. Die schuit stak zo vast als het in het riet. En toen had de schipper nog een klein houten Mariabeeldje. En hij heeft dat Mariabeeldje gepakt, hij heeft dat op de kant gezet en oh mirakel, ogenblikkelijk kwam toch wel die boot vrij zeker. Dat is een mirakel, hè? Pas op, Mechelen is zomaar geen gewoon stad, hè? Dat is een mirakelstad ook wel. Hè? Ja? Paus Johannes Paulus is toen naar hier geweest en heeft dan deze kerk het statuut van basiliek gegeven. Dus wij varen met de toeristen of met wie dat wil van april tot oktober. Maar daarbuiten kan gelijk wie op reservatie de boot ook afhuren. Hè? Alleen of met een klein gezelschap, dat maakt ons niet uit.